Hallo, gozer. Echt ongelooflijk leuk dat je zo... Je bent heel populair in Nederland, weet je dat? Ja, heb ik opgemerkt. Dat heb ik wel gemerkt. Hij is heel erg verlegen, hè? Maar het mooie was, het clipje... Want jullie hebben toch in Suriname ook dat je MTV en zo hebt en zo? Ja, in Suriname wordt het Superhit video genoemd. Ja, en dat was het clipje voor jou met die baby. Jij is mijn dochtertje. Ach, hoe oud is je dochtertje? 6'2". Ah, zo lief. Hoe heet je dochtertje? Dinora. Zo. Dat is het begin geweest, want ja, Jan heeft... Heeft Jan jou benaderd? Heb jij Jan benaderd? Nou, het is allemaal via Giel Belen gegaan. Jan is een weddenschap met Giel Belen gegaan. En... Ja. En hij zei tegen Giel Belen van, als ik te winnen kom, moet je ervoor zorgen dat ik een duet met Damaru doe. En dat hebben we ook gedaan. Want Giel Belen kende jou al? Ja, ik was in zijn programma. Oké. Okay. Jij treedt hier niet veel op, want je woont in Suriname. Want dat zijn echt PVV-vragen. Dat is een bepaald vragenvuur. Dat zijn echt vragen die wij dan willen weten. En de vraag is natuurlijk, jullie komen niet vaak dus in Nederland, toch? Nou, ik kwam in Nederland in 2006. En dit is, ja... 2009. 2006 kwam ik voor het eerst. 2006, en nu komt 2000, dit is 3 jaar tussen, dat is best goed. Ja. Hou dat vol. Ja. Wonen jullie nog steeds in bomen? Nou... Ik weet niet hoe ze daaraan komen, heb ik niet gezien. Ik ben in Suriname geboren en wat ik kan zeggen... Suriname is een heel mooi land, veel natuur, veel bomen, maar dat we in bomen hebben gewoond... Het is nooit geweest, nee. Ja, misschien moest de vraag omgekeerd gesteld worden. Hoe dan? Als zij dan in doos hebben gewoond. Als zij in doos... Jullie moorden toch niet alleen maar in december? Je moet niet alles zeggen, hoor. Ja. En Rotti gaat alleen maar kippenvlees in, toch? Nou, Rotti is een gerecht die door de Hindustan wordt gemaakt, dus daarop kan ik niet veel vertellen. Maar in Rotti zit kip, aardappel en kousenband. Okidoki. Jullie zijn allemaal gek op gefrituurde kip, hè? Ik niet. Oh, jij niet? Ik ben een uitzondering, want we zagen het volgende filmpje een paar maanden geleden. Maar zo grappig, laten we even kijken. The chef bought me out the grilled chicken, but he bought Michael out a bucket of Kentucky Fried Chicken. And I went crazy, like, wait a minute, Michael, you eat Kentucky Fried Chicken? That made my day. That was the greatest moment of my life. En jullie zijn gek op goud. Nou ja, Suriname is een land waar er veel goud zit. Ik hou ook van goud. En het is meestal zo dat je goud hebt. En dat je het misschien kreeg van je ouders. Men zegt skin sani, dus het is meer voor je lichaam. Ja. Dus vandaar dat ze zeggen dat Suriname is van goud houden. Maar mijn zoon is ook, die zijn ook van jullie kleur. En die is ook gek op goud, nu al. Ongelooflijk. Maar we hebben iets speciaals, omdat we weten dat jij gek bent op goud. Hebben we namelijk, want jullie single, Tuintje van mijn hart, heeft inmiddels al de gouden status bereikt. Dit is jouw gouden status. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En omdat jij niet van goud houdt, geef je Jan maar de platina CD. Want het is ook inmiddels platina geworden. Ze is al zo verkocht. Dank je.